Yeah. Ja, was dood. Ja, triest. Ik doe onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte en ik doe dat door een vragenformulier te verspreiden onder Nederlandse imkers. Want met die eenvoudige vragen kan ik de sterfte in beeld brengen en ik kan ook vragen naar een aantal zaken waarvan ik weet dat ze met die bijensterfte te maken hebben, zodat ik daar ook meer inzicht in krijg. Ik heb een aantal projecten lopen. Ik heb een project op de eilanden lopen, waarbij ik de volken onderzoek op een aantal virussen. Dat is belangrijk omdat die eilanden geïsoleerde populaties hebben. En omdat ik dat elke twee maanden doe, kan ik ook zien of daar fatale onderdelen in zitten die iets zeggen over de algemene bijensterfte in Nederland. Jullie gaan in als duo werken? Ja, dat is makkelijk. Ja, hè? Je gaat het raampje uit, het raampje vast aan. Met z'n even de kast openhalen en dan inderdaad, wat Harm zegt, raampje vasthouden, bijen eraf, buisje. Oké. Dit is het labeltje, daar gaan er 15 in. Ja. En hier 5. Ongeveer. En daar 30. En dat wordt persen, maar ja. Kijk wat je voor elkaar krijgt. Ik ben de grootste bijenkiller in Nederland. En ik kan je vertellen, voor iemand die vegetarisch is, is het een ramp om dat te moeten doen. Want ik hou ontzettend van bijenvolken. Dat beweegt me ook. En met name de relatie met mensen interesseert me. Ik ga het hebben over de ontwikkeling van de bijensterfte. In Nederland ben ik vanaf 2002, toen de eerste berichten kwamen over grote bijensterfte, met alle bijenvolken dood in het najaar. Dat soort sterfte, daar ben ik gaan volgen. In 2006 was een dramatisch jaar, 26%. Die was enorm. En niet alleen in Nederland. Dat was in heel Europa het geval. Wat zijn nou belangrijke factoren die meespelen in bijensterfte, die onderzocht worden? Er zijn mensen die zeggen, het is de Varroa-mijt. Natuurlijk belangrijk. Maar het is niet alleen. Het is ook de Nosema. Dan hebben we de virussen. Dan hebben we de insecticiden. Spelen ook een rol in het geheel. Het is interactie tussen al die factoren die uiteindelijk bepalend is voor de mate van bijensterfte. Eigenlijk kun je zeggen dat alle grote bijenziekten veroorzaakt zijn door het gesleept met volken door imkers. Imkers spelen daar een rol in. Dat geldt voor de verspreiding van de Varroa-mijt. Dat geldt voor de kleine kastkever die we nu ook hebben. Het zijn mensen die de bijenziekte verspreiden. Ik ben 25 jaar bioloog, die naam is Imker, en ik imker 28, 29 jaar. Ik kijk op een bijzondere manier naar bijen. Ik probeer vanuit de immer te kijken. Dus niet vanuit de mens, maar vanuit de immer, het bijenvolk. En zo probeer ik het houden van bijen te bevorderen voor welzijn van mens en aarde. Ze mogen een eigen ratenstand zitten, laten bouwen van eigen was, het laten zwermen, het houden van honing. En wat ontzettend belangrijk is, dat je de omgeving zo versterkt, zo verbetert, dat die omgeving het bijenvolk kan dragen.
Hij doet het. In Nederland zijn de meeste imkers hobby-imkers. Gemiddeld hebben ze zo 4 tot 6 volken. En de meeste van ons die hebben bijen voor de liefhebberij. En, als het even kan, om honing te oogsten. Vanaf het voorjaar controleren we de volken regelmatig. Bij mooi weer en bij voldoende aanbod van nectar uit de bloesem geven we de volken meer ruimte om te kunnen groeien en om honing op te slaan. Om een zwermen te voorkomen haalt de imker de koninginnedoppen weg. En je gaat op een bepaald moment een kunstzwerm maken. Als er een goede drachtperiode is geweest, gaan we oogsten. We halen de honingraten uit de kast en slingeren de honing eruit. Na de honingoogst is het tijd om de verroermij te bestrijden. Dat doen we met mierenzuur of oxaalzuur. Dat zijn organische stoffen die in hoge concentratie dodelijk zijn voor de mijten. De bijen hebben ook wel een beetje last van, maar ze gaan er niet dood van. Welkom vanmorgen. De duurzame bij is opgericht door Ed Pietersen in 2002. En vervolgens heeft hij ervoor gezorgd dat hij Primorsi koninginnen kreeg uit Amerika. Zijn doel was om tot bijen te komen die weer vanuit zichzelf kunnen omgaan met de Varroa. Zoals die Primorsi's dat lieten zien. Daar hoefde hij niet te bestrijden. En die eigenschappen die wilde hij hebben. En toen dacht hij van ja, ik moet dus zorgen dat ik deze eigenschappen in onze inlandse bij inkruis. En dat was het begin van het hybride project. Wat je hier ziet, dus zijn de gegevens van alle koninginnen. En dat heb ik gedaan om te proberen, om te kijken of ik ergens kon vinden welke koningin het beste was. Ik heb hier in Enschede, zit in kas 13, koningin 39. Daar valt dus 0,17 gemiddelde mijten per dag. Dus dat is een fantastische koningin. Hier heb ik er even de Primorsi. Die zakt nu helemaal weg naar 0, 1 mijt in de 2, 3 dagen. Wat is alle twee Primorsi? Alles is Primorsi. Ja, ja. Deze zijn getest. Deze zijn getest, ja. Ja, ze hebben heel goed gefunctioneerd. Ook met mijten en vooral. Oké, dus dat is nou zin om van te overlopen. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Dus ik trek even mijn pak aan. Ja. De beste resultaten wijzen dus het beste volk aan. En dat volk ga je selecteren, of die koningin ga je selecteren. Van die koningin ga je larfjes overlarven. Je haalt daar een raam waar eendaags larfjes in zitten. Die lepel je eruit en die stop je in een kunststof dopje. En die dopjes die plak je op een lat. Die hang je in zo'n kastje. En die kun je dus na 24 uur oogsten. En die hang je dan met 20 in een pleegvolk. Zit daar wat in? Of valt het tegen? Nee, hier zit wel wat. Zit daar wat in? Oh, ja. Hier zit meer in. Dit is een goed raam. Dat is klein. Oké. Dus dan hebben we de 3x8, 24. Ja, dat is meer dan genoeg. Is genoeg. Mooi. Wanneer kijk je, Jan? Ja, joh, zo meteen doen we de ramen terughangen en dan zeggen we van, hey. Ramen terughangen? Dan kijken we even. Oh, je kijkt aan de bovenkant even? Ja. Hier. Kan jij zien dat ja, er in zit? Als je met een lamp erbovenop. Ja, zeg eens. Kijk, hier was hier er eentje zitten. Ja. En? Dat ziet er een hele goed uit. Ja, dacht ik ook. Dit wordt een hele goede koningin. Ja. Dat zijn jullie toch bang, jongens? Ja, voor de rest geef ik een 8,5. Goed zo.
Alles kastje dicht. Voort. Ja, die is donkerrood. Ja. Wat we nu gaan doen is... We willen alleen maar weten, in welk stadium is het voor? Hey, als jullie twee nou vanaf die kant beginnen... Want hier, deze kast, die, nee, deze die kwaakt en die tuut, hè? Kun je horen? Dat kun je horen. Het tuten en kwaken, dat betekent eigenlijk dat de bijen met de oude koningin al weg zijn. En de eerste koningin, die dan geboren wordt, dukt zich op de raad. En daar ontstaat een geluid dat je kunt noemen als tuten. Leuk. Nou hoor je hem heel goed, hè? Oh. Dat was die hele schil. Ja. Een paar uur later is de volgende koningin ook rijp. Maar omdat ze in de cel zit, wordt dat tuten vervormd tot kwakeren. Dan is de volgende dag, als het mooi weer is, dan ontstaat er weer een zwerm. Je hebt ook gezegd dat je in het volk gaat? Sorry, nee. Okay. Niet gezegd. Mag ik nog een zakje? Ja, je zegt sorry. Oké. Okay. Ik kom nog naast hem. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Je hebt ook een gesloten dop. Oh ja. En nou draaien, maar aan de andere kant. Hoe daar meer. Omdat hij er steeds je doppen aan heeft. Dus dan kan het ene honingkameraam nog terug. Of misschien deze ree even, want deze ree heeft nog niet. Dat is het beste zo vasthouden. Hè? Ja. Ja, het is weer gelukt vandaag. Oké, okay. Rustig, hè, rustig. Maar ik zie aan je eindbeweging. Dat ik dacht van. Ik ben eraf, ja. Nee. Maar het heeft vooral met vertrouwen te maken vanuit jezelf. Zeg maar. En daar confronteren bijen je enorm mee. Ja. Nee, maar dat geeft helemaal niks. Het ontstaan van de zwerm is zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Dat is het meest magische moment wat je vanuit je imkerbeleven kan meemaken. Het is eigenlijk een geboorte van een nieuw volk. Op het moment dat het moment daar is, dan trekken alle bijen trekken naar binnen. Zuigen zich vol nectar. En dan storten ze als een soort stortvloed naar buiten. Totdat de hele lucht zwart is van bijen. Er zijn duizenden, tienduizenden bijen. En als je dan omhoog kijkt, dan is er geen één bij die tegen de ander aanvliegt. En op een gegeven moment zie je dat aan een bepaalde tak, een bepaalde wolk zich gaat centreren. En uiteindelijk dan is het in feite één tros. Afhankelijk van of de imker hem opmerkt, dan wordt hij geschept. En wordt hij niet opgemerkt, dan binnen 4 of 5 uur, dan trekt de hele zwerm weg. Thank you.
Hey. Zit er wat in? Ja, maar niet veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar ook. 7. 12 dagen na het omlarven, dan oosten we de koninginnen. Nou, die worden dan gemerkt. En daarna gaan ze in een bevruchtingskastje met een bekertje, gewoon een koffiebekertje bij je. Dat is 2 en dit is... Blijf even stil zitten. Dat wordt hem niet, deze dan schuin petje op. Hup, eraf. Nou, dit wordt helemaal niks, hè. Ik vraag me ook af waar we mee bezig zijn. Waar is ze? Kijk uit, niet lopen hier. Hè? Oh, daar. Zee, dat is een heel kleintje. Nee, dat zie je gelijk. Oh, ik zie dat. Ja, aan de stoelpas. Wat maakt het nou uit of je nou de koningin een klein blauw stipje geeft, hè? Niks. Zullen we dat niet even doen? Ja, is dat niet veel gemakkelijker? Ja. Steek je je nou echt niet, hè? Nee, meestal niet. Lukt het, Henk? Niet uit. Het is een raam met vloer, zet hem maar aan de kant. Zo, is hij er. Zo, beesten. Nog een kastje. Kom erin. Die gaan eerst een weekje gaan ze in donker, koel in donker en daarna gaan ze naar Niels Jans. Dan blijven ze 3 weken en dan komen ze weer terug. En dan hopen we dat ze bevrucht zijn. Niels Jans is een kunstmatig eiland in het midden van de Oosterscheldedam. Een geïsoleerde plek in Nederland waar geen vreemde darren zijn. En je moet om koninginnen een beetje zeker te bevruchten door je eigen darren, moet je op een bijenloos gebied zitten. Daarom zitten we op Neeltje Jans. Oh. Even. Nou ja. Papi? Ja. Wachten. Ja, zet maar dicht. Er zijn wel een paar bijen. Niet helemaal lekker. Alles voor de revolutie, hè? Oké. Ja. Wat zei je? Ik geef van het voorjaar 0 over. Helemaal niks meer? Van de hoeveel? Ja, ik had er maar 5 ingewinterd, maar ik geef niks over. Ja. Ja. 5 tientjes. Ja, nee. SM geheft. Ik wil ze alle 2 hebben. Maar dan wil ik 60 euro geven. Nou, dat is te weinig. Ja, dat weet ik. Er zit 20 kilo honing in. Ja, de geur, de kleur en de smaak. Duidelijke fruithoning. Ja. Dat is een prachtig resultaat. En voor de kristalliseerde honing was het Karin de Jong. Je hebt nu de gelegenheid om bij mensen als Jeff van der Steen, Romee van der Zee of Michel Aspensius die vragen brandlos. Wanneer verwachten jullie nou als je in de toekomst kijkt dat er een bij ontstaat die in symbiose zou kunnen leven met de varroamijt? Dat duurt heel lang. Een varroamijt kan zich ongelooflijk vaak reproduceren en zich aanpassen aan veranderde omstandigheden. Een bijvolk kan het alleen doen als het een nieuwe koningin krijgt. Je loopt als bijvolk sowieso achter je. De enige toekomst is als je varroa-tolerante bijen wilt hebben, is als je in regionale rassen aan de gang gaat. Nou de vraag, hoe lang duurt dat nog? Dat is een kwestie die niets te maken heeft met bijen. Dat is een kwestie die te maken heeft met psychologie, met sociale psychologie.
Zolang mensen die met een specifiek bijenras werken nog het gevoel hebben dat ze zich daarmee onderscheiden en daarmee als mannetje een grotere voorsprong hebben in de belangstelling van vrouwtjes, zolang zullen ze doorgaan en komt er geen varroa-tolerantie. Het is een moeilijk te beantwoorden vraag. Het is meer een weg die je met elkaar in moet slaan. Ik was helemaal niet van plan om dat zo'n groot deel van mijn leven te maken. Ik had een forum ontwikkeld eind van de vorige eeuw. En er kwamen berichten over toenemende bijensterfte. En toen ben ik dat in beeld gaan brengen. En op een bepaald ogenblik is dat ook herkend door de overheid. En hebben ze het financieel voor mij ook mogelijk gemaakt om dat op een manier te doen die ook professioneel is. En dat heeft er voor mij toe geleid dat ik in het wereldwijd netwerk, Kolos, ben gaan deelnemen. En werd ik ook de voorzitter van de epidemiologische werkgroep. We have some new friends from China, Chile, and Kyrgyzstan. One of the things we do ask our beekeepers are, what do you think killed your colonies? We don't know exactly how many colonies are there in Russia. When you have different types of wintering, we have outdoor wintering and indoor wintering. There's a lot of red in the Netherlands, and there is a lot of yellow in Germany. So when we all add our bits and pieces together, we get something more out of it. Het is een heel belangrijke bijeenkomst dat we vanuit allerlei landen onderzoekers daar bij elkaar hebben die werken aan een gemeenschappelijke vragenlijst. Een vragenlijst die in ieder land hetzelfde meet. We hebben uitgenodigd vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw. En dat was voor hun ook een mogelijkheid om met internationale contacten te overleggen over hoe doen jullie het en hoe doen wij het. Can I interrupt you now? This is Jeff Pettis, a colleague of you, because he's from the USA Department of Agriculture. The first thing they ask in the US when we start having losses, well, how does that compare? How do those losses compare? Yeah. We had almost no data. If you compare, like, well, knowledge on bees with knowledge on cows and chickens and pigs, where people have invested a lot of money to investigate diseases and stuff, we are like in the Middle Ages at most. Just imagine, like, in Switzerland, half of the cows will die. That will cause an uprising. The entire country will be at war or whatever, really. Half of the bees die. Okay. Yeah. I don't know how the problems are international. Are they different from what we are talking in the Netherlands, or are they comparable? And it's not restricted to the Netherlands. We have like considerable losses, like, you know, in many regions. That is the Northern Hemisphere so far is affected. We see some conflict in increasing and having good agricultural production for certain crops and use of pesticides or fungicides on those crops and honeybees. There's some impacts on it. These relationships are very, very weak at this moment. You cannot ignore it, but you can also not prove it. We will have a publication on that in the near future. Er was al vanuit veel lezingen en de imkerwereld gevraagd van, joh, kun je niet eens een keer wat laten zien bij jou samen met het fenomeen dat je 25 jaar op een biologisch-dynamisch manier imkert. Vond ik een open dag heel toepasselijk. Ik denk dat we het beste zo'n beetje aan de zijkanten en aan de achterkant kunnen staan. Dus dat we de vliegopeningen zo vrij mogelijk voor het volk houden. Ik heb gisteravond gevraagd. Dit is even moeilijk voor mij. Dit is eigenlijk mijn leven, mijn werk. En ik wilde zo ontzettend graag, zeg maar, jullie iets laten zien. En ik hoop dat het volk er toestaat, zeg maar.
Dit eerste raam is een kantraam. Waarom zitten daar zoveel bijen? Die zitten nog even. Die gaat straks weer terug hier naartoe. Dat is de, ik zal het je straks laten zien dat ze daar nog zitten. Die zitten nu even gewoon uit te rusten. Kijk. Daar zitten echt veel bijen. Waarom zijn ze zo rustig nu? Omdat ik ook zoveel mogelijk probeer het respect van het immer te respecteren. Ik heb ook gevraagd, zeg maar, dat het voor mij heel belangrijk is om dit te laten zien. En of ze het ook zouden kunnen willen laten zien. Nou, en dat is een van de redenen waarom die bijen ook rustig zijn. Kijk, je ziet hier op een geweldige manier, zeg maar, de krans van honing stuifmeel. En eronder het broednest. Ja, wat moet ik hier nog van zeggen? Ik geniet van zo'n blik. Dus alles wat essentieel is binnen het ritme van een bijenvolk, dat is heilig voor mij. Het is met een partner ook, hè? Dus als je partner altijd dwarsboomt, dan krijg je op een gegeven moment een onuitstaanbare situatie. En hier zit ook niks in. Gaat niet goed, hè? Nee, gaat niet goed. Die is goed. Is dit ook goed? Ah, mooi man. Dit is ook goed. Deze is ook goed. Oh, wacht, hier heb je twee. Deze zijn al twee goed. Deze ook. Deze zijn allemaal goed. Die hebben achter de darren gestaan. Volgens mij moet je de volgende keer het gewoon rondom zetten. Ja, als ze eruit komen, dat ze meteen gepakt worden. Met de openingen naar die daren toe. Goed, nou, even tellen. 1, 2, 4, 5, 6. Dat is de 36. Dus 37, 38, 39. 40 goeie. Hela, dat is een hoge score dan. Je hebt dat goed gedaan. Ja. Of wij, ik bedoel, de beestjes hebben het goed gedaan. Er zijn veel koninginnen die nooit meer terugkomen. Die verwaaien gewoon. Er staat zo'n straffe wind daar. We zijn al blij als we 50% halen. En dat is slecht. Er is een alternatief, ja, maar... en dat is kunstmatige inseminatie.
En je telt gewoon de bijten die op de plank vallen. Dat is de basis. En dan in het naseizoen wordt ook gemeten op de bijen. Wij nemen een bekertje bijen en die koel je af, waardoor die bijen doodgaan. En als ze dood zijn, dan kun je ze dus vermengen met zeepsop. We hebben nu 5 koninginnen kunnen selecteren waar verder van geteeld kan worden. En het is duidelijk dat we niet zo heel erg veel zuivere primorskies hebben. En invoeren van vers bloed van primorski, dat kan alleen als die koninginnen onderzocht worden door bijenwur op allerlei mogelijke ziektes. En dat kost je €280 per jaar. Er zijn nog meer kosten bij gemoeid, onder andere gezondheidscertificaat, transport, noem maar op. €500-600 per koningin. Als je primorskies gaat kruisen met andere bijen, die varroa-resistentie, die verlies je. Maar dan is het argument om het niet te doen, is het geld. Nee, wat heb je aan 1 of 2 koninginnen? Nou, daar zijn we ook begonnen. Waarom zouden we nieuw bloed met de een of het ander willen importeren? Dat is omdat we bang zijn dat wij op een te smal spoor komen met de bijen die we hebben. Ja. Dan is mijn eerste vraag eigenlijk, hebben we dan al aanwijzingen dat het inderdaad nu of in de toekomst het geval zou zijn? Als we het allemaal niet hebben, dan is het dus gewoon een willekeurige gok. Van, nou ja, laten we maar eens wat nieuws erbij halen. Nee, en het is een illusie dat we in de richting omgaan met varroa al zover zijn dat elk nateelt een treffer is. Dat zou te mooi om waar te zijn. Who think this is an essential question in the questionnaire? Yes, where would we be if it would not be essential? De workshop is niet voor niets geweest. Daar is een publicatie uit voortgekomen, een internationale publicatie. Ik denk dat onze publicatie de standaardpublicatie is waar de komende decennia aan gerefereerd zal worden. Als toen wisten we voor dat tijdstip hoe het in ieder geval zo'n beetje lag in de wereld. The question will be answered completely different in Denmark, if I listen to you, as it would be in Canada. It's very important that we're going to find out what kind of questions are we going to use, and then we're not going to change that anymore. Ik bereik ongeveer 1/4 van de Nederlandse imkers, maar ik zou ook willen dat het dubbele minstens was, want dan weet ik preciezer gebieden te identificeren waar zich misschien problemen voordoen, en dan kan dat liggen aan een oorzaak uit het milieu, maar het kan er ook aan liggen dat er een of andere de imkers ter plekke verkeerd voorlicht over hoe ze met bepaalde bijenziekten moeten omgaan. Ik wil maar zeggen dat je altijd nader moet onderzoeken wat er dan aan de hand is. En dat maakt het zo moeilijk om een eenduidig antwoord te vinden. Iemand belde hem op en die vertelde me dat hij een wild bijennest gevonden had. Het is vanuit de zwerm hoogst waarschijnlijk onderweg overvallen door slecht weer. En het slechte weer heeft dagen aangehouden. En uiteindelijk heeft het volk besloten om gewoon in de open lucht, hangend aan een tak, naar hun nestplaats te kiezen. Dit is de tweede keer dat ik het meemaak.
Dus dit is heel uiterst zeldzaam. Weer die voorknop, jongens. He? Wordt dat niet jullie probleem? Moet ik jullie nog voeren? Oké, okay. Ga je goed. Goed, ik kan alvast beginnen. Ik ben Wim van Grasstik, ik kom uit Renkum. Ik wil u eigenlijk iets vertellen over biologisch imkeren. En in ieder geval over de omschakeling van gangbaar imkeren naar biologisch imkeren. Ik benadert een bij zoals ik een mens benadert. Het is geen auto die ik met onderdeeltjes uit elkaar kan halen. Natuurlijk, op het moment dat jij een manipulatie doet, kan het op korte termijn wel een opleving zijn. Maar in de lange tijd, over een lange duur, zal het altijd destructief zijn. Maar ziet u een verschil tussen het volk van na 8 jaar vrij en het volk van, zeg maar, een volk wat u niet vrij heeft gelaten? Of is daar geen materiaal van? Maar ik weet wel dat ik een heel ander soort volk heb en een heel ander soort bij als iemand die altijd maar gemanipuleerd heeft. Laat hier iemand zijn bijen zwermen? Oh, dat zijn er toch nog gelukkig meer. Maar stel, zwerm als je erbij bent, dat je de tijd hebt om dat in de gaten te houden. Meneer, ik zal u zeggen, ik kan waar ter wereld zijn, maar ik voel als mijn bijenvolken zwermen. Dat vind ik knap. Ja, dat hebben er meer gezegd. Maar als je een verbinding hebt met je bijen, dan kun je dat leren. Waar ik op uit wil komen is, dat ik de imme, het bijenvolk, zo versterk, zo in zijn eigen kracht wil laten komen, dat hij zich kan verweren tegen varroamijten. Door middel van natuurlijke selectie. Want wij houden alles in leven. Maar dan moet je accepteren dat misschien 95% onderuit gaat. Ja, en misschien wel 100%. Ja, dan is het afgelopen. Ja, goed. Maar dat zijn nou dingen die kun je nou eenmaal nooit voorspellen. In de winter van 2010 naar 2011 toe ben ik toch een groot deel van mijn volk kwijtgeraakt. Het is zo verschrikkelijk om al die volken uit elkaar te plukken en op te ruimen. Dat is echt de snijd door je ziel. Het heeft me wel geleerd dat er dingen buiten je mogelijkheden om gebeuren, zeg maar. Dus waar je vanuit jezelf geen invloed op hebt.